Het nieuwe kunstgras voetbalveld naast OBS de Wissel werd om 12 uur afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen door leerlingen van de Wissel en de buurt Schonauwe. Gelukkig gaf de buienradar aan dat de regen spoedig zou stoppen, dus de kinderen kwamen in optocht uit de school. Toen het droog was, opende burgemeester Gilbert Isabella het veld officieel door het eerste schot op doel te geven. En na het openmaken van een box met de nodige sportattributen door leerlingen van de Wissel, was het veld officieel geopend. En als laatste officiële handeling werd het bord met logo's van alle sponsoren onthuld door wethouder Ria Vrowijn. Met behulp van Paul van der Rijt, lid namens Rotary Club Houten Castellum. Het belang van dit veld is heel erg groot. Wij zijn een speciaal basisonderwijsschool. Voorheen lagen hier tegels die schots en scheef lagen. En onze kinderen hebben gewoon heel veel beweging nodig tussen de lessen door. We zouden eigenlijk een klein veldje krijgen, maar we wilden echt een heel groot veld. Ja, met alle mensen die ons geholpen hebben, is het uiteindelijk gelukt. En dat is gewoon geweldig. Dat we straks hier lekker in de pauzes voetballen ze hier met elkaar. En we hopen dat we ook hier heerlijk buiten sportlessen kunnen geven. Maar ook tussendoor met bewegend leren activiteiten, tijdens rekenlessen, naar buiten. Om echt met die beweging op het veld met de kinderen bezig te zijn. We zijn als gemeente ontzettend blij dat dit mooie sportveld nu geopend is. Want sport en bewegen is enorm belangrijk, vooral voor alle jongeren. En hier kunnen de jongeren, de kinderen, de ouders ook allemaal meespelen. Voor deze school, de Wissel, is het een prachtige nieuwe voorziening. En we hopen vooral een beroep te doen op de buurt om ook het met elkaar goed te houden en een oogje in het zeil te houden. De gemeente heeft natuurlijk financieel bijgedragen. We helpen ook in het onderhoud. We wensen de Wissel en vooral alle kinderen heel veel plezier met dit mooie sportveld. We zijn hiertoe gekomen om dit aan te leggen, omdat de schoolkinderen zelf vorig jaar via de leerlingenraad hebben aangegeven dat ze het oude betonveld beu waren. Je moet je voorstellen, er lagen betontegels van 30 bij 30, maar die lagen na een verloop van jaar allemaal schots en scheef. Op basis van die oproep zijn een aantal partijen bij elkaar gekomen. Dat is in eerste instantie Rotary Club Houten Castellum. Daarnaast de school zelf. Dan de buurt Schonauwe. En niet te vergeten de gemeente Hout. De meeste van de middelen die komen echter van bedrijven en instellingen hier lokaal en uit de regio. En zo hebben we uiteindelijk €71.000 bij elkaar weten te brengen. Geen van deze partijen had het ooit alleen voor elkaar kunnen krijgen. En alleen in de samenwerking die zo ongelooflijk goed is geweest de afgelopen maanden. Is dit mogelijk geweest en hebben we dit met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen. Dus ook hier blijkt weer dat je samen sta je sterk.